dat jullie weer kijken. Vandaag gaan we deze leuke oorbellen maken. Met een blaadje onderaan. En wat kraaltjes als dengels eraan. Wat heb je daarvoor nodig? Je hebt één stukje draad nodig van 5 centimeter. Voor het blaadje. Een stukje draad van 4,5 centimeter voor het oorhaakje. En in dit geval 3 stukjes van 2,5 centimeter. Wat kraaltjes. Een liniaal. Een ronddektang. Stappentang. Platdektang. En een kniptang om je draad mee af te knippen. Het draad is 0,8 mm. Gaan we beginnen met het blaadje. Pak dus het grootste stukje draad. Die doe ik door de midden. En met mijn platbektang ga ik deze zo dicht mogelijk tegen elkaar knijpen. Dan trek ik ze als een V uit elkaar. Dan pak ik mijn stappentang, mijn 6 stappentang. En ik pak de grootste stap. Nee, ik pak denk ik de 1 na grootste stap. Dan zet ik hem ertussen. Ik zal hem even aan deze kant laten zien. En dan vouw ik hem eroverheen. En dan zijn ze even groot. Dan pak ik mijn rondbektang en dan maak ik aan allebei de kanten een oogje. Zorg dat je eventjes de kant vlak pakt, zodat er geen uitstekende draad meer is. Dan pak je de tang weer. Je doet hem er weer terug aan. En in dit geval ga je hem doorbuigen. Dan duw je een heel klein beetje, heel zachtjes op de buitenkanten. Dus je blaadje is klaar. Dan gaan we de dengels maken. Ik heb in dit geval gekozen voor vierkante kralen. Dat vond ik leuk. Dit was het 2,5 centimeter draadje. Dan maak je aan het einde dus een oogje aan. Doe hem maar aan. En dan maken we nog een oogje. En dan zie je dat dit oogje heel erg naar rechts hangt. Dan pak ik mijn platbektang helemaal aan het einde.
En dan knik ik hem om. En dan heb je een perfecte dengel. Ik heb daar ook een filmpje van, mocht je dus niet weten hoe dat je een dengelkraal maakt of een hangerkraal maakt. Dan kun je die nog eventjes bekijken. Die komt straks ook bovenaan in het beeld, komt die te staan. Dan maak je er dus 3 van en die doe je aan elkaar. En aan de onderste maakt in dit geval niet veel uit welke kant. Doe je het blaadje. Maak je hem open. Blaadje eraan. Dichtmaken. Dan gaan we nou het oorhaakje maken. Ook daar heb ik al een video van. Ik pak de kleinste stap. Ik maak een oogje. Dit is overigens allemaal 0,8 draad. Dat was ik trouwens helemaal vergeten te zeggen. Dan pak ik de ene laatste stap. En dan draai ik mijn oorhaakje eromheen. Totdat hij bijna raakt. Dan pak ik mijn tangetje. En dan buig ik het laatste stukje een heel klein beetje om. En dan pak je op het moment dat je ze wil gaan dragen, pak je even een veldje. En dan vel je even de eindjes. Zodat ze niet meer scherp zijn. Doe je dicht. En dan ben je al klaar. Heel leuk last minute project. Ik hou van simpel. Ik hou van elegant en simpel. Dit was de tutorial voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Like mijn video. Abonneer je op mijn kanaal als je niks wil missen. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doeg!